Na een jaar met voorbereidingen en een jaar van bouwen is de parkeerkelder bij het station in Wijchen bijna klaar. Het aantal parkeerplaatsen wordt verdubbeld en ook het aantal fietsparkeerplaatsen wordt 2 keer zoveel. Daarnaast komt er een kap op de kelder voorzien van zonnepanelen. Daardoor is het ook een duurzaam project. Wethouder Rob Engels is enthousiast over het hele project. Als het gaat om het proces tot de realisatie van deze parkeerkelder, dat verloopt nu eigenlijk hartstikke goed. We zijn bijna klaar. Je zou kunnen zeggen dat het project iets vertraging heeft opgelopen, maar dan hebben we het over 2-3 weken. En op die hele grote tijdspanne van bijna 2 jaar is dat niet noemenswaardig. Ja, de fietsverstalling die er op dit moment is op het voorplein, die wordt weggehaald. Die wordt een onderdeel van de parkeervoorziening. En het voorplein, het huidige plein met fietsfaciliteiten en dergelijke, er wordt opnieuw ingericht. De laatste vraag van jou, was het allemaal nodig? Ja, volmondig ja. Uiteindelijk hebben wij in het oude knooppunt Arnhem-Nijmegen gebied een kwartierdienst gerealiseerd. Elk kwartier gaat er nu een trein van Wijchen richting Nijmegen, Arnhem en verder. Daar verwachten wij, en dat zien we nu al, dat er meer opstappers zullen komen. Dat meer mensen gebruik maken van de trein. Merendeels komt met de auto. Dus dat moeten we faciliteren. Het loopt op schema, wat we net al gezegd hadden. Het zal uiteindelijk opgeleverd worden. De eerste auto's kunnen erin. Dat zal in de 2e of 3e week van november zijn.